Oké, storytime. Tenminste. Ja, storytime. Ik ben echt heel slecht in vertellen, hè? Dus bear with me. Een verhaaltje. Ik vind hem leuk. Even kijken, hoe begin ik? Bij het begin is. Oké. Het gaat helemaal niet goed, man. Hoe doen die mensen dat? Ik weet nooit waar ik moet beginnen. Oké. Ik begin nu. Opnieuw. Kut. Nee, niet kut. Ik bedoel kat. Kut, kraakt de tyfus. Licht is ook kut. Zie je, ik ken helemaal niks. Ik ken er helemaal niks mee. Als ik hier ga zitten, zie je me dan beter. Charmant. Waarom zit ik op de keukengrond? Omdat mijn stekkertje erin zit. Oké. Okay. Oh. Wat is dit nou? Oké. Storytime. We beginnen gewoon helemaal opnieuw. Storytime. En zo je ziet dat nou. Es, vertel het verhaal nou gewoon. Het verhaal. Die kleine was vorige week. Vorige week was de jarig. We hebben 2 weken daarvoor hebben we als verjaarsfeestje gehad. Misschien dat jullie dat filmpje, als ik zo bibber, is omdat ik niet stil kan zitten. Ik heb een beetje last van mijn ADHD. We zijn op zijn werkelijke verjaardag 4 mei zijn we gaan zwemmen. Ik, Tommy, Angel en nog een meisje uit deze buurt. Het vriendinnetje van Tommy en Angel samen. Hartstikke leuk kind. Ga mee, zwemmen, hartstikke leuk. Met de moeder afgesproken. Die had me zelfs de dag daarvoor al gebeld. Dat ze om 6 uur ergens moest zijn. De ortho, fysio, gives a shit. Ze zei in ieder geval dat ze om 6 uur ergens moest zijn. Dus om 5 uur moest ze thuis zijn. Onthoud dat. 5 uur moest ze thuis zijn. Komt ze helemaal goed, zei ik tegen haar. Geen probleem. Ik zorg ervoor dat ze op tijd is. 5 uur is zij ruim op tijd, is ze thuis. Wij met z'n allen naar het zwembad. Ik op de scooter. Tommy achterop. De 2 meiden op de fiets. Op hun eigen fiets. Komen eraan. Lekker gezwommen. Hartstikke gezellig geweest. Toen keek ik op de klok daar zo. 4:30. Ik denk, Nee, zelfs 4:55 was het. Ik zeg, kinders, kom, we gaan eruit. Want rond 5 uur gaan ze ook dicht. En meestal gaan mensen rond dezelfde tijd gaan ze weg. Voor sluitingstijd. En dan is het altijd servicedruk. Dan moet je vechten om een hockey. Dan sta je met z'n allen in een rijtje te bibberen in de kou. En ik vind dat altijd smerig, want iedereen loopt daar ook gewoon met zijn schoenen, weet je, daar zo. Dus wij gingen op tijd naar de hockey's toe. Spulletjes uit de kluisjes gehaald, afgedroogd, aangekleed. En naar de fietsen en naar de scooter gelopen. Word ik gebeld. Telefoon is natuurlijk niet mee in het zwembad. Dat zit in een kluisje, in mijn tas of in mijn jas. Doet er niet toe, zit erin. Kijk ik op mijn telefoon. Mijn telefoon gaat over. Kijk ik op mijn telefoon. Is het de moeder van dat meisje? Hysterisch. Ze is buitenlands. Ze praat met een accent. Dus ze moet altijd al heel goed luisteren om het goed te verstaan. En jij dit. En jij moet die zijn de meisje naar huis. En de ex. En de politie. Klik. Wat? Wat? En mijn scooter heeft 3 sloten, hè. En dat is echt stom, maar 3 sloten hebben allemaal sleuteltjes die op elkaar lijken. Dus ik pak altijd 20 keer de verkeerde sleutel, voordat ik de goede heb. Belt ze nog een keer. Ik zeg, luister meisje, het is nog niet eens 4:45. Kom maar aan. Het zwembad ligt echt, als je op de fiets bent, 5 minuten fietsen van haar huis. Ik zeg, joh, het is nog niet eens 4:45. Kijk maar even op je klok, want het is nog geen tijd. Ja, en jij moet nu komen, want de politie... En ik denk, what the fuck? Ik hang op. Helemaal nerveus. Echt helemaal nerveus. 20 keer hetzelfde kutsleuteltje in het verkeerde slot. Ik kreeg hem gewoon niet open natuurlijk. Uiteindelijk, ik ging twijfelen aan mezelf. Kijk op het klokje van mijn telefoon. Nee, tijd klopt. Ik kan die meneer vragen. Meneer, alsof die hier staat. Meneer. Aan de meneer vragen, joh, hoe laat is het nou? Want ik ga twijfelen aan mezelf. Anyways, als een fucker opschieten, fietsen, erheen. En ik zweer het, ik was daar nog niet eens 4:55 voor die deur. Hang ze uit dat raam, gillend iets in het pols.
Het zal vast niet zijn, hoi schatje, als je begrijpt wat ik bedoel. Klettert ze dat raam weer dicht. What the fuck?